welkom bij deze nieuwe video. Na een lange tijd ben ik weer terug met een nieuwe goodiebox video. Ik weet dat jullie erop hebben gehoord, want ik heb een aantal berichten ontvangen van Sarah. Waar blijven de goodiebox video's? They are back en ik ben weer hier bij jullie terug met een nieuwe unboxing. En ik ga ook alles gelijk gebruiken. Voor de mensen die goodiebox niet kennen, goodiebox is een maandelijks beauty abonnement waarbij je elke maand zo'n box krijgt met een minimale waarde van 80 euro en minimaal 5 producten voor slechts 25 euro in de maand. En het kan van alles zijn. Het zijn altijd beauty producten. Het is make-up, het is vooral skincare. Het kunnen haarproducten zijn, accessoires, echt alles omtrent beauty. Als je benieuwd bent naar de andere boxen, ik heb al een heleboel andere goodie boxen unboxed op mijn kanaal. Je kunt die video's gewoon gaan bekijken. En vandaag gaan we dus de meest recente unboxen. Ik heb al gezien wat erin zit en het zijn echt weer leuke producten. En een aantal heb ik ook al gebruikt en ik ga jullie er alles over vertellen. Dus vind je het nu al leuk, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Voordat ik begin zal ik eventjes vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb een lippotloodje en een mat liquid lipstick op van Naked. En allebei in de kleur Luna. Lippotloodjes Luna en mat liquid lipstick ook. Oké, dit is dan de box van deze maand. Heel mooi, beetje rozig, beetje rood, rozeachtig. En dit is de inhoud. We krijgen weer 5 producten. Zoals ik al zei, krijg je altijd minimaal 5 producten. Altijd 5 tot 7 producten. Nou hebben we er 5. En minimaal 2 zijn ook altijd full size. Vaak ook meer, maar in ieder geval minimaal 2. Dus je krijgt echt waarde voor je geld altijd. Ik ga beginnen met het eerste product. En dat is voor de haren. Van eCooking heb ik hier hun hairspray. Ik heb geen idee hoeveel alles kost en zo. En ik heb ook geen informatie, want ik moet dus dit ding scannen. En dan kom ik op de website waar alle informatie staat. Maar ineens moet je voortaan inloggen. En het lukt me niet om in te loggen. En ik snap er echt niks van. Dus ik ga hun even een mail sturen. Dus voor nu heb ik helemaal geen informatie over deze producten. Dus dat is wel een beetje vervelend. Normaal hoefde je nooit in te loggen. Dus ik weet niet waarom dat nou ineens wel moet. Maar in ieder geval deze haarspray. eCooking weten jullie van mij. Ik vind het echt een geweldig skincare merk. En ik heb deze haarspray net gebruikt voor mijn haren om deze haarstijl te creëren. En ik heb het gewoon voor mijn bovenkant van mijn haar gebruikt. En ook voor mijn babyhaartjes. Het viel op dat het een beetje een soft haarspray is. Het is niet zo'n heftige haarspray die je haren echt helemaal vastlokt. Voor een haarstijl als die ik nou heb gedaan vind ik dat wel fijn. Want gewoon zo'n soft haarspray is echt meer dan genoeg. En ik vind het fijn dat het ook makkelijk eruit gaat. Je kunt gewoon weer eruit kammen. En dat vind ik heel fijn. Maar voor wanneer ik echt voor een hele strakke knot ga of een hele strakke staart. Zou ik hem persoonlijk niet sterk genoeg vinden. Dus het hangt van de haarstijl af. Of ik hem goed vind of niet. Maar gewoon voor zo'n haarstijl die ik echt heel vaak maak is hij echt wel fijn. Hij heeft het echt goed gedaan. I like it. Next up, iets voor het gezicht. Van Moshi Moshi Mind heb ik hier de Mind Body Gua Sha. En dit is dus zo'n gezichtssteen. Ik vind de verpakking al heel mooi. Heel erg chic. Als je hem openmaakt is dit wat je ziet. En dan zit hier de steen in. Deze kun je dus gebruiken met je serum of je dagcreme. Vandaag heb ik hem aangebracht met mijn dagcreme. Ik heb dus eerst mijn dagcreme aangebracht. En toen ben ik met deze steen over mijn hele gezicht gegaan. Online staat dat je gewoon hele lange bewegingen moet maken over je gezicht. Elke dag voor 5 tot 10 minuten. En dat is goed voor de bloedcirculatie in je huid, et cetera. Dit soort dingen zien we nou echt heel vaak. Ook vooral die rollers zien we nou heel vaak. Dat is ook het enige wat ik gebruik. Ik heb hem gebruikt. Ik zie me eigenlijk dit niet 5 tot 10 minuten doen elke dag. Ik heb daar gewoon geen zin in. En ik vind ook altijd niet echt afwegen. Zie ik nou echt verschil? I don't know. Ik weet niet. Dit is niet echt iets wat ik zou gebruiken. Ik ben heel benieuwd of jullie dit wel zouden gebruiken. Let me know in de reacties. Ik heb het gedaan, maar ik weet van mijn eigen, ik ga dit toch niet doen. Next up, een moisturizer. Van Elemis heb ik de Superfood Glow Priming Moisturizer. Dit is ook een merk die ik vaker heb gehad in de box. En ja, ik vond hun producten altijd wel fijn. En dit is dus een Glowy Priming Moisturizer. Dus het is een gezichtsprimer voor onder je make-up. En het moisturized. En dat voelde ik ook echt. Ik heb hem dus aangebracht onder deze make-up look. Hij is super, super glowy. Ik heb het ook gebruikt met een foundation die een beetje een lichte dekking heeft. Zodat de glow er goed doorheen blijft gaan. En ik vind hem echt, echt fijn. I liked it. Hij bracht echt fijn aan. Het voelt ook echt aan als, als een moisturizer. I love it. En hij heeft echt een super mooie glow. Dus deze zie ik mij zeker nog wel vaker gebruiken. En hij ruikt ook heerlijk. Dus deze was echt een succes. Het volgende, een nagellak. Van Nailberry Paris London heb ik hier hun nagellak in de kleur Candy Floss. Als ik nagellak zou gebruiken, zou dit echt een kleur zijn die mij aanspreekt. Heel mooi rozig. Hij heeft waarschijnlijk ook een lichte dekking. Dus hij geeft gewoon zo'n hele lichte, naturel rozige waas over je nagels. Ik heb acrylnagels zoals jullie weten. Dus ik gebruik geen nagellak. Dus deze ga ik weggeven. Alles wat ik niet gebruik gaat altijd gewoon naar iemand
iemand anders. Maar ik vind hem er wel heel mooi uitzien. Als je hem hebt gebruikt, laat ons weten wat je ervan vond beneden in de reacties. Het volgende product is ook iets voor de nagels. Van Dream Oil heb ik hier de Raw Perfection Olie. Nu ik het lees, zie ik dus dat het voor je gezicht is. Ik ga stuk. Ik dacht dat het een nagelolie was. Ik weet niet waarom ik dat dacht. Ja, ik weet wel waarom ik dat dacht door de verpakking. Dit lijkt op een nagelolie. Maar het is voor je gezicht. Er staat op dat je in de avond een aantal druppels moet aanbrengen op je gezicht en je nek. Ik hou altijd wel van een gezichtsolie. Ik gebruik die vaak juist onder mijn make-up of gemixt met make-up. Maar hier staat echt op, je moet hem gebruiken in de avond. Dus dat ga ik ook gewoon doen. Ik ga nu al even kijken hoe het eruit ziet. Even een beetje voelen. Ik pak niet te veel. Ja, het is echt gewoon een olie. Ik hou altijd van gezichtsolie, want ik heb een normaal te droge huid. Dus deze ga ik vanavond zeker eventjes proberen. Ik ga stuk. Ik dacht echt dat het een nagelolie was. Het is avond en ik heb net mijn hele make-up eraf gehaald en ik ga deze olie aanbrengen. Ik weet niet of ik zo goed mijn mening ga kunnen uiten, want het is letterlijk gewoon een olie. Dus laten we het doen. Ik vind alleen dit niet zo fijn dat het zo moeilijk eruit komt, maar whatever. We gaan het gewoon hiermee doen, jongens. Het komt er echt heel moeilijk uit. En ik wil altijd best wel wat olie gebruiken. Oké. Dit gaat gewoon zo over mijn hele gezicht. Ja, dit is echt niet genoeg olie. Het is zo vervelend. Waarom heeft het gewoon niet zo'n dropper? Of hoe heten die dingen? Geen idee. Whatever. Het is gewoon letterlijk een oranje olie. Ja, jongens. Ik weet niet. Er valt niet echt veel over te vertellen. Het is letterlijk gewoon een olie. Ik breng het ook aan tot aan mijn nek. Het voelt wel fijn en het ruikt ook gewoon letterlijk naar een olie. Naar olijfolie een beetje. Daar ruikt het naar. Oké, ik hou altijd wat een olie doet met mijn gezicht. Ik hou ervan als mijn gezicht er zo vettig uitziet in mijn avondroutine. Ik weet ook niet of je dit kunt aanbrengen gewoon onder je dagcreme. Of dat je dit alleen moet aanbrengen. Er staat verder niks bij. Dus ik denk dat je gewoon dit alleen moet aanbrengen. En that's it. Ja, het is gewoon een doodnormale olie. Dus als je van olie houdt, dan vind je hem fijn. En anders ja, anders niet. En dat was het dan. Dat waren de producten. Normaal doe ik dus nou alle bedragen bij elkaar optellen. En dan kijken, ja, hoeveel we hebben bespaard. Maar ik heb dus nou helemaal geen informatie. Maar ik denk dat ik gewoon alle producten individueel ga opzoeken. En dan gewoon ga kijken hoe duur alles is. De e-cooking hairspray is €18,95. Dus afgerond €19. Deze steen van Moshi Moshi Mind is €20. Deze glowy gezichtsprimer van Elemis is €35. Deze nagellakjes kosten allemaal ongeveer €16,95. Dus €17. En ik denk dat ik deze olie heb gevonden, maar ik weet het niet zeker. Maar hij is €29. Dus dan komen we uit op een totaalbedrag van €120. Dus als je al deze producten individueel zou halen, is het €120. Jullie hebben slechts €25 betaald. Dus je hebt €95 bespaard. Nou jongens, dit was het dan. Het was weer een leuke goodie. Voor mij persoonlijk eigenlijk niet echt. Want het enige wat ik zou gebruiken zijn deze twee producten. En de rest helaas niet. Maar ik weet zeker als je gewoon nagellak gebruikt, vind je dit ook heel fijn. En deze gezichtsolie, ja, is ook wel gewoon fijn. Het is een fijne olie. Dus het is allemaal wel oké. Het is niet een van mijn fave boxen. Maar nog wel gewoon zeker je geld er waard. Let me know wat jullie ervan vonden beneden in de reacties. En als je ook wilt abonneren, er staat ook een linkje in de beschrijving. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!